De toon waarop ik eruit ben gezet, dacht ik eventjes van krijg de kleren. Mijn naam is Louis Bontes en ik ben van lid Bontes. Ooit was hij een vrijheidsstrijder, een pionier, een dwarse denker. Louis Bontes, hij is verworden tot een eenzaam buitenbeentje, geïsoleerd en verdomd alleen. Krijg toch allemaal de kleren. Je voelt je wel een beetje verweest, een beetje ontheemd. Ik heb geen zin om braaf te leren, ik eindig toch wel in de... Dag meneer Bontes. Dag. Daar zit u dan, moeder ziel alleen. Inderdaad, alleen. Treurig. Een beetje treurig is het wel, maar aan de andere kant, ik red het wel. Laat eens even zien waar u nu zit. Wat is nu uw nieuwe omgeving? Wat is mijn nieuwe omgeving? Ja, nou, je ziet, het is een hele eenvoudige kamer. Daar stond de tv waar ik de debatten op kon kijken. Nou, die tv die was kennelijk van de fractie van de PVV. En die is weggehaald. Die hebben ze ingenomen? Die hebben ze ingenomen, ja. Ja. Ik had een koelkastje en daar lag mijn brood in en mijn koffiemelk. En die is ook weg. Die was ook van de PVV. Er zat koffiemelk in die ijskast, dat stond erin. En die hebben ze ook afgenomen? En dat is meegegaan. En ik heb nu deze. Is de oplossing? Dat is de oplossing, die kan ik bewaren. Die hoeft niet in de koelkast? Die hoeft niet in de koelkast. Kun je het wel helemaal alleen? Zonder medewerkers of medewerker is dat zeer lastig. Dat is haast niet te doen, want de medewerker houdt alle berichten in de gaten. Je krijgt 1000 berichten over bepaalde dossiers bij wijze van spreken per week. Dus je kunt het niet helemaal alleen? Nee, nee. Kan het niet helemaal alleen? Misschien dat ik ooit het gelukkig vind. Niet net doen of u aan het werk bent, hè? Oké. Dat is een geintje, hè? Begrijp je wel. Je komt even mensen tegen, je bent even hier van die kamer af, dus dat is ook, dat doet me ook goed. Ja, ik probeer er echt het beste van te maken. Wat ga jij aan het doen? Spioneren? Nee, ik dacht dat ik een VO had nu, maar dat is een uurtje later. Oké. Dus, okay. Als jij nu hier door de gangen loopt, hoe anders is dat dan in vergelijking met toen je nog PVV'er was? Nou, ik weet niet, heel veel verschil maakt het niet, maar ik vind wel dat mensen ontzettend behulpzaam zijn. He, van, dus ze zijn aardiger tegen je? Het lijkt haast wel, ja. Het lijkt haast wel. Toen het nog niet van jullie in jullie handen was, hè, maar van die broodjeszaak oorspronkelijk. Ja. Die hadden niet die klik met elkaar. Dat liep ook niet. Je staat zo kort op elkaar en je moet een beetje een team vormen. Ja. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dus, goedemiddag. Laat ik maar iemand om van te houden. Goedemiddag. Joram van Klaveren die staat er, maar ik weet niet of dat hem gaat worden. Waarom niet? Dat weet ik niet. Nou, zeg gewoon eens gedag. Hey? Willen jullie nog een beeld met mij? Nee. Hey? Ja. Draai je niet om. Draai je niet om, want je staat in beeld. Ik kan het ook niet helpen. Succes. Het ga je goed. Jij ook. Joran, hoe gaat dat tussen jullie nou zo, als je elkaar zo weer tegenkomt? Nou, zoals dat voorheen ook ging. Normaal. Hoi, doei, hoe gaat het? Maar ik heb nu echt een debat. Dus ik kan straks nog even praten, maar ik heb nu een debatje. Dat doet me ook wel weer goed, dat hij zo prettig reageert. Fijn. Dat, ja, ben ik blij om. Met wie overleg je nu als het om politiek gaat? Als het om politiek gaat, vooral met mezelf. Hè? Je gaat gewoon zitten brainstormen van wat is nou het eerste grote debat wat ik wil gaan doen. Maar doe je dat hardop? Nee, dat doe ik niet hardop. Ik ben niet gek aan het worden. Maar dan met een krantje of zo? Ja, een kantje of even muziek even erbij of zo. Of... Wat voor muziek? Nou, dat zou je misschien niet zeggen van gelet op mijn leeftijd, maar ik heb altijd wel een Slam FM. Slam FM? En zo knok jij terug uit de eenzaamheid. Ja. 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 Sterkte. Hartstikke bedankt.